leuke van het werken in een groot ziekenhuis is dat je hier ongeveer alle arborisico's die je maar kan bedenken, die kan je hier tegenkomen. Hierachter staat een couveuse en ik ben de lengte die ik heb, maar mijn collega of de ouder is net wat groter. Ja, dan hoe ga je dan om met die couveuse? Wat doe je dan? Laat je de couveuse staan tot ik goed kan werken? Of laat je de couveuse staan tot papa beter zijn kind kan troosten? Nou, Dr. Hoe is eigenlijk voor iedereen die werkt in een UMC. En het is deels dat de medewerker kan zien, nou, wat gelden er nou voor mij voor regels, maar er worden ook allerlei tips gegeven over hoe werk ik veilig met gevaarlijke stoffen, hoe werk ik veilig met biologische agentia, wat zijn de regels daarvoor. En voor de leidinggevende kan het een naslagwerk zijn van, oh, waar moet ik eigenlijk voorlichting over geven? En het kan voor de bestuurders ook nog wel een naslagwerk zijn, zo, waar moet ik nou eigenlijk aandacht aan besteden? Je hebt natuurlijk je hebt met ouders te maken die verdrietig zijn. Het is een onmacht die ze hebben, hè, want hun kind ligt daar ziek en ze willen alles weten. En dan zouden mensen nog wel eens boos kunnen worden of agressief kunnen worden. En dan moet je ook wel weten van, wat moet ik doen? Je hebt helaas in een ziekenhuis toch ook met agressie te maken. Dus er zijn regels of van, nou, wat moet je wel als organisatie regelen voor je medewerkers? En dat staat allemaal op Dr. Hoe.